notering uiteindelijk. Dan zijn er nog voortvluchtigen in Leeuwarden. Ja, ik heb het niet over hele zware boeven, maar wel over deze 11 jongens, deze wasberen. Ze zijn in de nacht van maandag op dinsdag ontsnapt uit dierenpark Aquazoo in Leeuwarden. Aquazoo had de wasberen net op maandag gekregen van Stichting AAP. En om ze tot rust te laten komen, werden ze opgevangen in een nieuw verblijf. Alleen bleken twee stukken gaas niet helemaal goed op elkaar aan te sluiten, zodat de beren onder het hek door konden graven. Twee van de dieren zijn gisteren teruggevonden, maar de overige 9 zijn nog spoorloos. De wasberen worden pas in de schemering actief. Dus Jeroen Lohmeijer van de dierentuin die legt uit hoe ze ze gaan vangen. Gisteravond tot donker met alle dierverzorgers hebben we gezocht in en om ons terrein. Daarnaast is er nog iemand gekomen met een infrarood- en een warmtecamera. Die hebben gezocht. Die hebben wel een dier zien lopen, maar die ging heel snel vandoor. We hebben nog 10 vangkooien staan. Die worden op dit moment gecheckt. Dus we hebben nog hoop dat daar wat in zit. Maar op dit moment missen we nog steeds 9 wasberen. Nou, daar zullen we de komende dagen zeker nog mee verder gaan. Het vervelende is natuurlijk dat hoe lang die dieren vrijlopen, hun zoekgebied ook groter wordt. Dus ze zullen het natuurlijk op een gegeven moment ook verspreiden over een groter gebied, wat het zoeken ook lastiger maakt. Maar wij zullen voorlopig nog wel even doorzoeken, ja. En zo zijn wij, Glenn, in de ban van de wasberen. In de ban van de wasbeer. Ja. Ze zijn het al, zware misdadigers. Met die...